Yo, ik heb net ontbeten. Ik ga zo nog even lekker douchen. En ja, daarna moet ik zo alweer om 8 uur bij het kasteel van Woerden zijn. Omdat ze, ja, een fotomomentje. En ja, daar ga ik dus zo naartoe. En ja, ik ben al heel moe en zo. Maar het is het waard. Vanavond lekker naar FC Utrecht. Ja. Maar het duurt nog even tot dat gaat gebeuren, dus het wordt een lange dag. Yo, ik heb gedoucht, ik ga zo even lekker mijn haar doen en daar nog even lekker kletsen en dan ga ik weg. En ja, het vliegtuigoverlast begint blijkbaar alweer. Ik hoor nu voor het eerst weer een vliegtuig en dat is in de ochtend nogal hatelijk. Sommige mensen worden er hier ook wakker van. Vinden ze niet leuk. Maar ja, Woerden is nou eenmaal een aanvliegroute naar Schiphol. Dus we kunnen er ook niet zoveel aan doen. Ik heb nog nooit gevlogen, maar ja, het zal vast wel een keer komen. Zo weg met een paar minuten en ga ik lekker even foto's maken. Dus ik weet niet of ik tijd heb om te vloggen of dat ik het niet vergeet. En ja, dat zie ik straks. Ik ben nu dus bij een van mijn fotoopdrachten. Nou, zoals je ziet, zie ik lekker aan het ontbijten. Ik wil even foto's maken en daarna ga ik met hem uit. Ja. Dus, ja. Ik ben hier nu dus in een moestuin. Ze zijn hier achter heel erg druk bezig. En ja, ik ben nog even snel foto's maken en dan ga ik daarna weer weg. Dan ga ik misschien bij clips of zo foto's maken, maar ja, aangezien dat het weer niet zo mooi is, kan je de zon niet zien verduisteren. Misschien dat het wel wat donkerder wordt, maar dat zien we zo wel. Ik ga naar school, de Eclipse party die ging niet door, want ja, het weer is nogal slecht. En ja, het is toch wel gebeurd en ja, het is weer een stukje geschiedenis. En ja. Ik ga straks toch nog terug hierheen, want ik heb niet genoeg tijd gehad om alles te doen. En ja, daarna ga ik lekker naar huis en me opmaken voor om naar FC Utrecht te gaan. Wordt een leuke avond. Zo, ik ben terug van school. Ik zie dat mijn filmpje bijna geüpload is. Ik ga zo lekker naar huis en ja, even eerst nog praten met mijn begeleider. En ja. Verder wordt even een chill dagje tot aan. Ik ga zo dus weer even mijn fiets overbladen en zorgen dat dus alles ingepakt is wat ik nodig heb. En ja, en dan ga ik vanavond toch echt naar FC Utrecht NAC. Daar ben ik blij mee. En ja, dat klonk niet echt blij, maar dat maakt niet uit. Ik uit mijn blije gevoelens meestal niet echt. Ik heb bericht gehad over de bomenkap. Het bleek niet de gemeente te zijn die het heeft gedaan. Of een bedrijf in, hoe heet het, in dienst van de gemeente. Het bleek dus de bosbeheer te zijn daar. En die hebben het niet echt goed gedaan. De gemeente is ermee bezig. Onder andere de PVDA. PVDD. Partij van de Dieren. En die zet zich nu in voor ja, zorgen dat er wordt gestopt met de bomenkap en zo. En het zonnetje brak net lekker door. Helaas was dat niet toen de zonsverduisteringen was. Dus die hebben we helaas niet kunnen zien. Ja, ik had dat heel graag willen zien. Maar ja, hij is er helaas niet geweest op dat tijdstip. Even lekker luieren tot mijn filmpje is geüpload. En even snel lekker eten en ja, dan ga ik naar huis. Yo, ik ben klaar met foto's bewerken. Ik ga zo lekker naar huis en ja. Ja, dit weer hadden we echt vanochtend moeten hebben. Dit is echt prachtig weer, maar ja. Ik gooi mijn prullenbak om. Wat ik dus wilde zeggen was dat ik lekker gewoon naar huis ga en ja, dat zonnetje wel fijn is. Ik ben weer thuis en mijn kat die doet een beetje raar. Kijk maar. Ja.
Poekie. Poekie. Poekie, waar ben je nou? Dit is mijn zusje. Ja. Oké, dan een. Ja. Het zijn een hele roze kamer, zoals je ziet. Hoe heet ze ook alweer? Tante. Til. Tante Til, ja. Dat is ze onderhand geworden. En. Zij heeft het mooiste uitzicht hier. En, ja. Maar ik heb de grootste kamer en daar ben ik trots op. Ik ga naar Sportlust aan, dan gaan we naar FC Utrecht die tegen NAC gaat spelen. En dan ga ik heel veel fotograferen en filmen en mijn vader is hysterisch dat ik moet komen. Dus ik schiet maar snel op. Yo, ik ben hier nu bij het stadion van FC Utrecht. Ik ga zo met Sportlust mee naar binnen, even wat foto's schieten en filmen. En even lekker van de wedstrijd genieten, kijken hoe onze D1 het doet. Yo, ik sta hier in de Galgenwaard. Ik ga zo misschien met de D1 van Sportlust het veld op en ga ik misschien foto's van hem maken. Utrecht heeft helaas verloren met 4-3, maar het was een mooie wedstrijd om naar te kijken. En de volgende keer ben ik er weer bij als latstrap. Dat is nou het leuke van als je hobbyfotograaf bent. Yo, ik ben net terug met de bus. Ik ga lekker naar huis, ga ik even mijn vlog bewerken. Daarna ga ik lekker mijn bedje in. En morgenochtend ga ik weer om 10 uur weg. Ja, moet ik eigenlijk op kerkplein weer zijn. Zo, dit was echt een hele lange dag. Ik ben helemaal kapot. Ik ga even een blikje energy pakken. Want ik ben echt kapot. Ik moet toch nog mijn vlog in elkaar zetten. Dus deze gaat wel lekker in. Nee, dit is geen reclame. En Dus ik ga hem in elkaar zetten. Later.